De projectontwikkelaar Tersol Vastgoed NV heeft vandaag haar nieuwe verkavelingsproject gepresenteerd. Het project dat in ontwikkeling is, Ring Harbor, loopt van de Ringweg Noord tot aan de Atlantische Oceaan en heeft een grootte van 5 hectare. Whitley Tersol, operation manager van Tersol Vastgoed NV, zegt dat dit project zodanig ontwikkeld is dat het de kwaliteit van het leven verhoogt. Als we kijken op de eerste plaats, is al gezegd, een gebied dat eigenlijk niet gewild was. Een gebied dat we kennen als Oude Krippi. Ook hier ligt ons verleden. Ons verleden van een stukje afval ligt hier, waar u nu zit. En als u kijkt daar achter mij, daar ziet u een prachtig meer. Maar dan moet u zich voorstellen dat daar vroeger een hoop troep in zat. Van alle mensen die toen hier in nabijheid gewoond heeft. We kenden toen nog geen Acaribo. Daar werd toen geen vuil gestort. Maar al hier gebeurde dat. Dus je ziet alvast één voordeel. En dat vind ik het heel belangrijkste. Dat is het ecologisch voordeel dat we hier gaan zien. Dat we hier wederom hebben gedaan aan land aanwinst. Dat is heel belangrijk. Je ziet een stukje herstel van flora en fauna. In deze kreek achter mij, daar had je vroeger geen vissen in. Maar u gaat zien dat er weer vissen zwemmen. Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost is blij met dit project. Hij zegt dat dit een bijzonder project zal worden. Toen we hem aankochten was er alleen maar een kanaal aan de voorkant dat volledig begroeid was. We hebben het als eerste helemaal schoongemaakt. Maar u ziet ook dat we er een eiland van gemaakt hebben. Dat is ook een bewuste keus geweest. Bij ons gaat het erom dat we niet alleen maar op de vierkante meter letten, om eigenlijk winstbejag, om het zo te zeggen. Maar het gaat voor ons, bij ons vooral ook om de kwaliteit van het leven. Waarom zou je nu maar een deel van het gebied kunnen aanbieden, kavels aan het water, als nu iedereen plotseling aan het water kan wonen? Maar wat u ook zal opvallen, op deze foto is misschien niet zo goed te zien, maar we hebben ook gezorgd voor een trimbaan bijvoorbeeld. Op het project zelf, maar ook aan de overkant, dus aan de straatkant zelf, hebben we gezorgd voor visserscabanas. Want je hebt heel veel wandelaars. De Maya-laan is een volledig geasfalteerde weg. En in de middagen vooral heb je vooral heel veel wandelaars, gezinnen, koppels. Dus wij wilden ook iets teruggeven aan de omgeving. Vandaar dus de keus om de visserscabanas te plaatsen. En als u in de middag daar langs gaat, zal u geregeld zien dat de mensen daar een hengelstokje uitgooien. Lekker even uitwaaien. En dat was dus absoluut ook de bedoeling. Dat was districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost. Dit project zal volgens hem ook zorgen voor meer werkgelegenheid. Hij gelooft dat honderden banen vrij zullen komen.